Kia heeft hiermee zichzelf opnieuw uitgevonden. Ik vind het de best rijdende Kia ooit. Beter dan de Seat. De tweede generatie Kia Sportage rond 2004. Dat was zo'n enorm succesnummer voor de Koreanen dat ze allerhande extra dealers openen in Nederland. De wachttijd liep op tot zo'n beetje een jaar. Kan je nagaan, een jaar wachten op je nieuwe auto. En het deed ook wat met het merk, want die uitstraling van die auto was redelijk stoer. De crossover populariteit begon toe te nemen en Kia wist zichzelf op de kaart te zetten. Nou ja, toen kwam de slurptax, dus de V6'en met automaat bleken ineens niets meer zo voordelig als gedacht. En toen kwam de derde generatie Kia Sportage. Ja, en dat was toch een heel opzienbarend apparaat. Hij zag er zonder twijfel gewoon gaaf uit eigenlijk. Peter Schreier had flink zijn best gedaan. Maar onderhuids was die auto niet helemaal wat het zijn moest. Hij kon dat spectaculaire uiterlijk niet helemaal waarmaken. En dan zijn we nu bij generatie 4. Nou, het uiterlijk. Saai is het bepaald niet. Ja, het is niet saai, maar ik vind het een beetje fors. Van en daar lichten en hier lichten en door. En het is wel heel erg in your face. En anders kijken, kan hij deze keer dat spektakel wel waarmaken. Oké, dit is dus geen volwaardige introductie, maar een soort korte kennismaking. Dus ik ga even snel door de auto heen en onthoud dat het soort eerste indruk is, want zo heel lang konden we niet rijden. Dashboard ziet er netjes uit, ziet er bekend uit, ook zeker voor de mensen die de nieuwe Sorento al kennen. Zelfde soort pook, we rijden nu met de automaat. Zelfde soort nieuwe stuurtje, mooie flippers erachter. Moet ik zeggen, overzichtelijke klokken en helemaal top dat multimedia systeem. Simpel in de bediening, het werkt snel genoeg, grote duidelijke kaart. En dat lijkt zo makkelijk, maar er zijn genoeg dure merken die er meer moeite mee hebben. Vanaf de start leefbaar met 4 motoren. En ik heb met de dikste diesel en dikste benzine kunnen rijden. Het begon met de diesel, supermotor, 184 pk, maar vooral lekker veel koppel. En een fantastische handbak zat eraan. Echt de beste handbak van je Kia ooit tot nu toe, moet ik zeggen. Veel gevoel. En op dat koppel duw je hem voorwaarts, ook in hogere versnelling. Precies zoals je een diesel graag wilt rijden. Dus dat is mooi. Toen ik over naar de benzine en die motor is goed, valt vooral op dat hij behoorlijk lange overbreng heeft, lang doorgaat in de toeren bovenin waar nog veel kracht zit. Alleen hij is gekoppeld aan een nieuwe 7-traps automaat met dubbele koppeling. Ja, die automaat ben ik niet over te spreken. Ik vind het misschien wel de grootste nadeel van de auto. Hij reageert soms te laat, dus dan blijft hij te lang in lage toeren hangen terwijl je een kickdown wil. En als hij dan gaat hij weer met te veel kabaal. En dan krijg je het alles of niks. Er komt bij als je gaat straatje keren of zo. In D, je remt af, je gaat de voet van de rem en je gaat in R en de auto staat nog niet helemaal stil, dan pakt hij niet. Dus op het moment dat je dan weer gas geeft en wacht dat de auto voorwaarts gaat, dan rolt hij verder achteruit. Ford heeft dat probleem ook gehad met hun power shift, kan me herinneren. Ik vind dat niet kunnen, omdat je, sta bijvoorbeeld stil, schuin op een greppel, dan rolt de auto soms nog wel door naar voren op het moment dat je naar R gaat en dan je voet van de rem haalt. Omdat het automatisch natuurlijk, ja, of je moet met links gaan remmen, maar dat zou niet nodig moeten zijn. Eigenlijk gewoon een slordigheidje en dat is jammer, want het doet afbreuk aan de auto. Want als we over rijden gaan hebben, het onderstel. Ik was werkelijk verbijsterd, klinkt zo negatief, alsof ik denk van bij Kia kunnen ze niks en zijn goed bezig. Maar het onderstel is echt fantastisch goed. Kia heeft hiermee zichzelf opnieuw uitgevonden. Ik vind het de best rijdende Kia ooit, beter dan de Seat. Gewoon, de hele balans is goed, hij ligt mooi strak. Hoge snelheid auto, maar geen probleem. Hij is niet oncomfortabel. Hij is precies die balans die wij in goede Europese auto's graag zien. Een soort volwassenheid zit erin. En die had de vorige Kia Sportage totaal niet. De Seat was wel verder. Maar deze Sportage is echt op een nieuw niveau. En misschien had het een beetje kunnen zien aankomen. Want over de nieuwe Hyundai Tucson waren natuurlijk ook heel erg te spreken. De vraag is dan een beetje, wat doet hij met zijn prijzen? Terwijl ik rijd, weet ik het nog niet. Maar waarschijnlijk zullen jullie deze video zien. Hebben we het op de website al gemeld. Dus moet je zelf even in de gaten houden. Laten we nog even dan naar de praktische zaken kijken als we toch bezig zijn. Beginnen we achterin. De Sportage is langer en grotere wielbasis en hoger, dus betaalt zich uit. En kijk eens even, echt heel veel beenruimte. Ik zit gewoon weer achter mezelf. Hoofdruimte, ja, gewoon oké. Ondanks het glazen dak, kan je nagaan. Ja, achterin is het prima toeven. We kunnen nog naar de kofferbak, gewoon even voor het beeld. Elektrisch en wel natuurlijk in deze klasse.
En ook dat is lang niet verkeerd. Waar we zijn is het Hyundai testcentrum bij de Nürburgring. Want geloof het niet, Hyundai heeft ons ook gewoon even kort de ring opgestuurd met de Sportage. De hele baan kon niet, want ze zijn bij Vloedplatz aan het verbouwen vanwege dat ongeluk. Maar het zegt wat over het vertrouwen wat ze hebben in het onderstel van deze auto. En wat mij betreft is dat vertrouwen volledig gerechtvaardigd.